kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer eens tijd voor een Temu shoplog. Elke maand weer doe ik dit, deze video. Een Temu, Temu shoplog. Dit keer is het weer zover. Ik heb het een en ander besteld bij Temu en ik wil jullie heel graag laten zien wat ik heb besteld. Er zijn weer heel veel home decor dingetjes voor in ons huis. En ik ga het ook gelijk een plekje geven, inrichten en gebruiken. Dus ben jij benieuwd hoe ik het ga stylen in ons huis, wat ik heb besteld, hoe duur het is? Blijf dan kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Goed om te vermelden, dit is weer een samenwerking met Temu. Ik geef mijn eerlijke mening. Als iets niet mooi is of goed, zeg ik dat ook. De kwaliteit, daar kijk ik naar. Als ik er wel blij mee ben, dan zeg ik dat natuurlijk ook. Ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Of nou ja, het is niet echt een korting, maar een gratis product. Dus dat ga ik jullie zo vertellen. En alle items zou ik even linken in de beschrijving. Dan kun je dat aan het einde van de video even terugzien. Mocht je Temu nog niet kennen. Ja, het is een webshop waar je van alles kan bestellen voor een heel goed prijsje. Organized dingen, make-up dingen, kleding. Maar ook home decor. Echt van alles. En ik heb vooral dus home decor en organized dingetjes besteld. Want dat is mijn tweede karakter, mijn tweede naam tegenwoordig. Goed, ik pak even mijn mobiel erbij. Want met deze code krijg jij, als jij een nieuwe app gebruiker bent, of de app nog nooit hebt gedownload of nog nooit hebt besteld, dan moet jij deze code bij de bestelling invoeren. Dan krijg je namelijk een gratis cadeau. Dat zijn allemaal populaire items vanuit Temu die zij geselecteerd hebben. En daar kun jij één cadeau uit kiezen wat jij graag zou willen hebben. Dus het zijn vooral de meest verkochte en populairste items waar je uit kan kiezen. Dus check even die kortingscode mocht jij een nieuwe gebruiker zijn. Is dat echt fantastisch, want dan kun je dus een gratis product selecteren. Mocht je al wel een account hebben, ik heb gevraagd of er nog een code kan komen voor ook al bestaande gebruikers. Dus mocht ik dat nog kunnen regelen, check dan even in de comments. Dan laat ik dat even weten. Even een onderbreking van de video. Ik heb een code kunnen regelen ook voor al bestaande gebruikers van Temu. En dat is heel grappig, want ik had het dus aangegeven in de video. En ik had het dus gevraagd aan Temu of we daar iets mee kunnen. Omdat we heel vaak een code krijgen voor nieuwe gebruikers. Maar ook bestaande gebruikers leek mij leuk om een code voor te fixen. En dat is gelukt. Met deze code krijg je een 100 euro coupon. Bundel. Ik zal het ook nog even in de beschrijving zetten van de video en in de comment. Ik zou die wel even vastpinnen. En ik ben dus de eerste influencer waarmee ze ook voor bestaande volgers een code maken. Omdat ik dat heb gevraagd. Dus ze gaan het meenemen. Super tof natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie hier wat leuks mee gaan doen. Dus en de nieuwe volgers kunnen dus met die gift code werken en bestaande kopers, klanten, die kunnen deze code gebruiken voor dus een 100 euro couponcode. Omdat er al heel vaak acties zijn en promoties via de app van Temu, hebben ze dit nog niet eerder gedaan. Maar bij deze, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Veel plezier weer met kijken. Oké, het allereerste item zag ik echt vet vaak op TikTok voorbij komen. En ik ben echt een boekenworm. Ik hou van lezen. Ik lees elke avond. En dat is niet overdreven. Elke avond een uur. Ik vind het gewoon zo fijn. En ik heb dus ook hier een buffetkast. Met Sander hebben wij dit zo zelf gemaakt. En daaronder heb ik een kastje met mijn boeken. En toen zag ik dit. Temu. Dit is een boekenvaas. Dit is toch fantastisch. Deze kun je vullen met water. Kun je bloemen in doen. En dan kun je, ik weet niet of je het een beetje kan zien, want ringlamp staat er natuurlijk opgeschenen. Maar dan kun je, nou dan lijkt het net een boek. Het lijkt een boek, maar het is een vaas. Je kan er bloemen in doen, je kan er van alles in doen. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik dacht ik ga even oplezen wat hier staat, maar het is Frans en ik kan echt geen Frans. Un livre sur les fleurs, book about flower. Het is van acryl. Ik moet zeggen dat die echt best wel gekrast binnen is gekomen. Kijk, je kan het al wel zien. En ik hoopte dat er gewoon een plaatje op zat of zo. Of een soort folietje waar die krassen op zitten. Maar dat zit er niet. Dus ik ga dit even goed schoonmaken. Misschien gaat er dan ook nog heel veel weg. Maar hij is wel een beetje bekrast binnengekomen.
Maar goed, verder vind ik het heel leuk en het zit toch tussen de boeken, dus dan zie je dat ook niet zo goed. Maar het idee is fantastisch dat je hier bloemen in kunt doen. Dus deze heb ik gekozen. En deze kost €7,50. Om even in de boeken, of boeken, in de bloemensfeer te blijven, heb ik iets besteld. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Want dit heb je natuurlijk nu ook bij de Action, weet je wel, van die neptulpen. Je hebt het sowieso heel veel bij woonwinkels, maar bij woonwinkels is het gewoon echt heel erg duur. En bij de Action zie ik het nooit liggen. Het is altijd uitverkocht. Ik kan het gewoon niet vinden. En ik wilde het wel een keer testen. Ik hou echt van planten en bloemen. En in principe hebben wij heel veel echte planten en bloemen in, nou ja, sowieso in onze tuin. Dus alles echt. En in ons huis hebben we ook heel veel planten. Maar ook hele goede nep planten en bloemen. Of nou ja, eigenlijk takken. En die zijn heel prijzig. Maar ja, ik ben wel voorstander van investeren in nep. Goede nep takken en bloemen. Want ja, daarin zie je gewoon bijna niet dat ze nep zijn. Ik vind echt nep bloemen en planten niet mooi. Maar dat is mijn mening. Dus het was voor mij nog best wel een risico om dit te bestellen. Want ja, het moet wel echt goed zijn. Anders vind ik het helemaal niks. En het is dus binnengekomen in de kleur crème. Het zijn dus van die neptulpen. En ik weet dus niet zo goed wat ik ervan vind. Aan de ene kant vind ik het echt fantastisch. Maar dat is als je de blaadjes wegdenkt. Kijk, dit is de bovenkant. En de een is meer open dan de ander. Maar ik vind die blaadjes vind ik zo nep. Het voelt ook heel gek. Een beetje rubber. Maar aan de andere kant, als ik het dan weer een beetje zo in een bos zie. En dan als het in een kast staat of zo wat verder. Lijkt het dan een beetje echt? Of moet ik die bladeren eraf halen bij een paar. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Maar ik vind het wel, ik denk dat ik het wel leuk vind. Een vaas. Oeh, is dit leuk misschien hierin? En dan doe je dat zo tussen de boeken. Ik ga hierover nadenken wat ik hiervan vind. En ze kosten dus €4. Maar voor €4 heb je 10 tulpen. Dat is echt geen geld. Want in woonwinkels is dit echt heel erg duur. Het volgende item is misschien wel mijn favoriete item. Zoals jullie me, ja, mocht je me al langer volgen, dan weet je dat ik verslaafd ben aan mokken verzamelen. Ik heb een hele mokkenverzameling. Voor elk seizoen een andere mok. En ja, ik hou ervan. Dus ik heb ook hier allemaal kasten vol met mokken. En nou, ik heb het echt overal nergens staan in huis. En toen zag ik deze mok op Temu. En toen was ik verliefd. Kijk nou, dit is toch fantastisch. Dit is echt zo'n mooie handgemaakte mok met een grote oor. En dat printje vind ik zo mooi. Het is er echt op geschilderd. Maar toch, nee, het is, ik weet niet hoe dit is gedaan. Maar het zit er wel echt op. Dus dit kan ook gewoon in de vaatwasser. Maar heel schattig. Kijk, van die madeliefjes, maar dan rozige en kersjes. En het kleurtje van de mok is zelf ook een beetje crème kleur. Dit is leuk om uit te drinken uiteraard. Maar ook leuk om gewoon neer te zetten als deco. Dus hier ben ik echt onwijs blij mee. Ik vind dit echt te schattig. Deze kost €10,50. Op zich wel wat prijziger voor Temu. Maar het is wel, het lijkt in ieder geval op een handgemaakte mok. En dit soort mokken zijn gewoon eenmaal wat prijziger. Dus ja, ik ben er weg van. Ik vind hem leuk. Het volgende item, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is namelijk een magic brush. En ik heb dit al zo vaak voorbij zien komen. Ook weer op TikTok. Mijn moeder heeft dit ook. En ik heb toen de vaat was, of de vaat, heb ik gewoon met zo'n brush gedaan. En dat is echt wel heel erg handig. Dit zit er allemaal in. Deze opzetstukjes. En dan dus die brush zelf. Dus ik haal het er even uit. Oké. Zo'n schuurspons. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld je oven om te reinigen. Een hele zachte. Nog zo'n soort spons. Een brush. Hier kun je bijvoorbeeld ook je vaat mee doen. Of de badkamer, weet ik veel. Wat is dit? Geen idee wat je hiermee kan. Het is echt heel zacht. En wat ik dus heel interessant vind. Het is oplaadbaar. Dus je hebt geen batterijen nodig. Dus ik druk nu. Oké, ik ga het gewoon testen. Ik heb nog geen opzetborstel erop. Maar als ik nu hierop druk. Dan doet hij het. En je klikt het zo op. En dan ga je schoonmaken. Oké, ik heb even gekeken. Het heeft geen verschillende standen. Dus dit is gewoon de stand waar je mee moet doen. En dan heeft hij hier nog een soort, ja, rubber
dingetje en daar kun je hem dan opladen. Dus heel erg handig. Deze scrubber die kost €16,99 en dan heb je dus een oplaadbare scrub ding met verschillende opzetborstels. Dus ideaal voor schoonmaken. Volgende item is een sensor light en ik vind deze dus echt heel erg goed uitzien. Wat ik dus echt handig vind is hier zit een plakkertje aan. Dus dit kun je gewoon opplakken ergens buiten of binnen, whatever. Wij gaan hem buiten onder de overkapping hangen. En dit is dus ook sowieso heel erg mooi van het hout. Ik vind het echt een mooie kleur. En dan is die dus magnetisch. Zo leuk. Dit is dus een sensor light. En aan de onderkant kun je hem dus ook weer opladen. Dus ik heb er ook weer een oplader bij gekregen. En dan als het goed is, is dit het sensortje. En als hij beweging ziet, dan gaat hij dus aan. Ik moet hem nog opladen. Ik vind het echt heel tof uitzien. En ik hoop gewoon dat hij werkt. Want het zou fijn zijn als we dan 's nachts thuis komen. Dat er een lampje opeens gaat branden en dat we de fiets gewoon kunnen wegzetten. Dan komen we bij het volgende item aan. En dat zijn 3 items. En hier ben ik echt heel blij mee. Ik zal even eerst uitleggen wat het is. Het zijn 3 dispensers voor je body wash, voor shampoo en voor conditioner. En het zit dan in zo'n amberkleurige flacon met een hele grote pomp. En dit zit er ook echt op gedrukt. Dus het is geen sticker of zo, zodat als het nat wordt dat het eraf gaat. Dit blijft er ook echt op zitten. En je vraagt je misschien af, goh, wat overdreven. Ja, aan de ene kant hou ik ervan om alles te organiseren. Dat je hier je shampoo, conditioner, et cetera in doet. Ik snap ook dat je gewoon die shampoo flesje zo gewoon in de douche zet. Want het is veel moeite om... Het is gewoon aesthetically pleasing, maar ik heb het oprecht nodig en vooral deze shampoo. Want ik heb een mega grote zilver shampoo fles. Zo groot. Ik bestel altijd zo'n mega verpakking, want ik doe daar heel lang en heel vaak mee. En dat is dan goedkoper dan telkens zo'n kleinere verpakking. Dus ik heb zo'n mega verpakking en wij hebben zo'n nisje in de douche en daar past die niet in. Dus nu heb ik zo'n reis flesje waar ik telkens die zilver shampoo zo in pomp. Nou, dan doe ik 2 keer wasbeurtjes mee en het is weer op en ik moet hem bijvullen. Deze daarentegen past wel in ons nisje. Dus hier kan ik mijn zilver shampoo in doen. En het heeft ook nog een pomp. Vind ik toch lekkerder dan zo'n ding waar je in moet knijpen. Dus hier ga ik mijn zilver shampoo in doen. Lang verhaal. Ik ben er heel erg blij mee. Het is dus plastic. Vind ik heel erg fijn. Want in de douche mocht het vallen of zo. Je wilt niet opeens in glas gaan staan. Dus als dit valt, omdat het nat is en glad kan zijn. Geen probleem. Het is plastic. Dus dat zijn deze 3 dispensers. Voor €9,50 dus. Oké, het volgende item kun je misschien herkennen van mijn vorige Temu shoplog. Wij hebben een kastje in de keuken waar wij al onze bakdingetjes in bewaren. Dus bakvorm, cupcakevormpjes, garden, echt van alles. En wij moeten slim omgaan met onze ruimte in de keuken. Want zoveel opberg in de keuken hebben we niet. En dit is best wel een hoge en diepe la of opbergruimte. Dus je gaat daar zo snel stapelen. Dit is dan ook hoe het er nu uitziet. En ik dacht, hier moeten we iets mee doen. Dus ik heb een organizer besteld. En onder de gootsteen hebben wij ook zo'n organizer, maar dan 2 lagen. En dan is de onderkant een la die je kan schuiven. Maar voor deze wilde ik een hogere, want hij is best wel hoog en diep. Dus ik heb een 3-laagse organizer gehaald. Ik heb het al in elkaar gezet. Het is super makkelijk om in elkaar te zetten. Je krijgt namelijk gewoon 3 van deze zwarte bakjes binnen. Je krijgt ook nog van dit soort ophangsysteempjes binnen. Dus dat doe ik dan hier aan de voorkant. Hier kun je dan bijvoorbeeld je garde ophangen of weet ik veel, je afwasborstel, wat jij ook wil. Die kan al lekker hangen. En dan krijg je dus van die pootjes en die steek je er zeg maar zo in. En nou, je hebt het in elkaar gezet. Heel erg handig, maar ik wil deze dus lekker gebruiken voor die kast, want dat is nodig. Nogmaals, dit was dus before. En dit is after. Dus helemaal handig, deze organizer. Deze kost €15,99 en ik ben er onwijs blij mee. Dan gaan we alweer naar het ene laatste item en ik vind dit echt prachtig. Je moet ervan houden, het kan zijn dat jij echt denkt, nee, maar ja.
Ik vind dit zo mooi. Dit is een vaas en het lijkt een beetje op een gipsen vaas. Ik hou sowieso van dit soort materiaal. Het is mat wit en het lijkt dus, ja, het is een zak. Sander zei ook, wat is dat? Een zak? Ik zei, ja, het is een vaas. Hij moest er wel om lachen, hij vindt dat dan weer typisch. Maar ik vind dit echt heel erg mooi. Om leuk om in de keuken te zetten met een bloemetje erin. Een gekreukelde zak. Ja, ik hou ervan. Dus deze heb ik uitgekozen. Ik ben er echt weg van. Dit is zo'n item wat echt flink in de, duur kan zijn in een woonwinkel. En bij Temu was die 16 euro. Dus dat is echt nog wel te overzien. En ik wilde even testen hoe dit zou staan. Ik vind het wel grappig, denk ik. Of is het net te kort, die tulpjes? Nee, toch? Nou, ik vind het helemaal leuk. De afwerking in ieder geval van deze vaas is echt onwijs mooi. Het lijkt echt op een zak. En ja, ik vind het echt heel erg tof. Hier moet je van houden. En ik hou ervan. Kom alweer aan bij het allerlaatste item. En dat is wederom een organizer. En dit heb ik ook in elkaar gezet. En ik moet... Oh, daar viel mijn vaas. Ging goed. Ik moet zeggen, dit was een bouwpakket. Maar het is gelukt. Het is een bamboe organizer. Dit kun je echt overal gebruiken. In de schuur, in de badkamer, in de toilet, weet ik veel. Maar ik ga hem in de voorraadkast gebruiken. Misschien voor potten eten of misschien voor toiletpapier om te organiseren. Maar ja, ik vind dit echt heel erg handig. Je hebt dus een wat grotere bak aan de onderkant en een wat kleiner bakje aan de bovenkant. Dus ja, het ziet er echt heel erg goed uit. Ik moet zeggen, ik was er echt wel even mee bezig om dit in elkaar te zetten. Want je hebt allemaal schroeven en dingen en dat was nogal een karwei. Je krijgt er een inbusje bij, maar dat werkt niet zo goed. Ik heb een boormachine gepakt, ging veel sneller en toen dacht ik, had ik dit maar eerder gedaan. Dus dit is het bamboe rekje. Kwaliteit is heel erg goed. Voelt ook echt wel wat zwaarder aan en ik ga dit lekker gebruiken in de voorraadkast. Je kunt er misschien zelfs wel hier ui in doen en aardappel of zo. En nou ja, ik zie het gewoon voor me als een eetvoorraad organizer. Dus dat is deze. En dan was dit alweer de Temu shoplog. Check dus even deze kortingscode voor een gratis gift. Ik zou het ook even in de beschrijving zetten. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei doei!